Harmonieorkest, wat moet ik me daar weer voorstellen? Harmonieorkest Vleuten is een jonge vereniging, maar toch alweer 66 jaar geleden opgericht. We hebben 5 orkesten, waaronder 4 jeugdorkesten en het A-orkest. Hoe is het om muziek te maken? Het is heel leuk. Het is, als je in een orkest zit, ben je wel samen en dan speel je ook hele leuke stukken. En soms kan je het moeilijk voor jezelf maken. En dan, het is heel leuk vooral om voor mensen te spelen. Jullie hebben een toegankelijkheidsprijs gekregen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, we hebben op 12 mei de toegankelijkheidsprijs gekregen uit handen van wethouder Jongerius. Ja, een enorme eer en eigenlijk een beetje een soort. We zien het eigenlijk als een aanmoedigingsprijs om door te gaan op de ingeslagen weg. Omdat wij als vereniging het eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend vinden om rekening te houden met mensen met een beperking. En dat wij willen, dat wij nastreven dat iedereen onbeperkt kan genieten van muziek. Het is echt een stukje erkenning voor toch gewoon heel proberen bewust je muziekhobby te delen met iedereen. Hè? Dus niet alleen maar met valide mensen of mensen die gewoon overal alles kunnen. En nog wat Carina al zegt, voor ons is het vanzelfsprekend. Maar blijkbaar is het toch niet altijd zo vanzelfsprekend. Een dirigent die zorgt er eigenlijk voor dat alle tempowisselingen, alle inzetten ook van de slagwerkers, maar ook de andere orkestleden, dat ze eigenlijk op een puntje van hun stoel zitten om de muziek zo goed mogelijk te spelen. En hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, hoe doen we dat eigenlijk? Dat doen we door oefening, paar kunst, zei mijn moeder altijd. En ik kan wel bevestigen dat het waar is. Want alle muziekleden die oefenen niet alleen thuis, maar we doen dat ook nog op een repetitie op woensdag. Met z'n allen. En dan oefenen we de muziek. Wat vindt u van het optreden van dit orkest? Ik vind het heel goed. Ik vind het heel goed. De samenwerking en de saamhorigheid. Alle correct en ze mooi gelijk. Ik vind het goed hoor. Het is nu de tweede keer dat ze hier bij ons spelen. En voor ons mag het halfjaarlijks, jaarlijks. En je ziet het aan het publiek, aan onze mensen. Die vinden het helemaal geweldig. En daar doen we het tenslotte voor. En daar doen hun het ook voor. Hoe vindt u dat ze een prijs hebben gekregen? Nou, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Dat horen wij pas op het allerlaatste moment. Dat is natuurlijk ook heel, heel belangrijk. Dat alles en iedereen toegankelijk is voor ook iedereen. Hè, dat iedereen mee mag doen en mee kan doen. En dat is heel belangrijk, denk ik. Jullie hebben een bedrag van €3.000 gekregen van de gemeente Utrecht. Wat zijn jullie plannen daarmee? Nou, we hebben voordat we al wisten dat we die prijs ontvingen, hadden we al als bestuur besloten, ongeacht de uitslag, we moeten iets doen met alle andere genomineerden. Want het zijn stuk voor stuk hele bijzondere projecten die wat doen aan de toegankelijkheid en toegankelijkheid in gemeente Utrecht op de kaart zetten. Nou, we hebben nu inderdaad een mooi bedrag gekregen. Dus we hebben besloten om een project te starten met een aantal van de genomineerden, waar dat heel goed past. Je zou kunnen denken aan de Wilg die genomineerd is, de bewoners en cliënten daarvan. De Plusbus, PM Dance. We zien heel veel mogelijkheden om met elkaar de verbinding te leggen en zo met elkaar te ervaren dat muziek verbindt en voor iedereen onbeperkt genieten is.